De entree van Vitesse en Groningen voor speelronde 33 in de Eredivisie. In een heerlijk voorjaarszonnetje. Zelfs nog met wat vuurwerk onthaald. Past misschien niet helemaal bij het seizoen dat Vitesse heeft gehad om dat op deze wijze uit te leiden. Misschien wel alle kwade geesten definitief Gelderdoom uitjagen om zo volgend seizoen goed te kunnen beginnen. Wat gaat Vitesse doen met deze elf? Eigenlijk weinig verrassing in het elftal van Philip Cocu. Die teruggrijpt op het elftal dat Cambuur wist te verslaan. En toen een hoofdrol van deze Bialek. Twee treffers, scherpen die de nul hield. Arcus is geschorst. Daarom speelt Oros. Gaat Flamengo naar de rechterkant. Dit is het elftal van FC Groningen. Ook daar weinig verrassingen. Pepi raakte tegen Ajax nog geblesseerd aan zijn oog. Viel dus uit, maar kan vandaag gewoon starten. Leeuwenburg is de doelman bij afwezigheid van Verrips. Vandaag ook geen supporters aanwezig. Dat heeft de burgemeester Marcus bepaald. De burgemeester van Arnhem. Alle ongeregeldheden bij de recente wedstrijden van FC Groningen. Witek, prima aanname. Kozlowski gaat te gewillig naar de grond in de ogen van Kooi. Hij heeft er schijnbaar wel veel last van, de bol. Eén sluit het ander natuurlijk niet uit. Kijk eens, hij is toch wel weer redelijk fit als hij die bal zo oppikt. Kozlowski. En daar Manhoef en het is 1-0 voor Vitesse. En het kroonjuweel van dit seizoen doet maar weer een keer een duit in het zakje. En ik denk dat hij een boodschap heeft voor ons. Voor de liplezers duidelijk. Maar wat herstelde Kozlowski daar wonderbaarlijk snel. Hier nog geraakt en ogenschijnlijk heel veel pijn. Als er niet gefloten wordt, doet hij hier toch ineens weer mee. En heeft hij toch een aardige sprint in actie. Passeert hij daar Schreuders en geeft hij hem aan Manhoef. Die niet eens zo hard en venijnig uithaalt, maar wel genoeg om Leeuwenburg te passeren. 1 punt uit de laatste 9 wedstrijden voor FC Groningen. Het ging al moeizaam, maar we zijn echt door het ijs gezakt de laatste weken. Dit is wel vrij gecombineerd, zeg. En Pepi stuit op Scherpen, die heel snel uit zijn goal komt. Toch een moment van klasse, ondanks die matige vorm. Dit was zeer fraai. Het kaatsen, het gelijk teruggeven ook van Hoven. Maar onderschat ook de redding van Scherpen niet. Die heel snel het gevaar doorziet. Pepi eigenlijk nauwelijks gelegenheid geeft. Witek. Van Ginkel toch weer vrij simpel hoe Vitesse hier zo zichzelf tot de kans speelt. Van Ginkel komt net niet lekker uit. Witek. En dan. Uiteindelijk is het gevaar nog altijd niet geweken. Flamengo legt aan. In de handen bij Leeuwenburg. Meulensteen. Voor de goal. Witek. Altijd Witek. Die schiet hem net over de goal van Leeuwenburg. De man met zonnebril en Vitesse-sjaal is de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse. Hij heeft al 2 clubs in zijn portefeuille. Slim gedraaid, zegt de handman. Zo belost van Witek. Kan die meters gaan maken. Handman. Nog altijd, ook Bero weet hem niet of nauwelijks af te stoppen. En is daar dan de schietkans, maar daar wordt een beetje veel tijd genomen door Hoven. En
uiteindelijk met vereende krachten weet Vitesse die kans te verijdelen. Half uurtje op de klok in Gelderdoom. Vitesse leidt met 1-0. Vroege goal, maar het is zeker niet zo dat Groningen zich simpel laat verslaan. Volgende kans voor Groningen is hier. Een slordig opbouwwerk bij Vitesse achterin. Manouf, prachtig bediend. Geeft hij maar naar Bero. Bero, er kans in. Kozlowski, overgejaagd. Weer even opwinding in Gelderdoom. Na een fraaie aanval. Die begint met deze lange bal van Oros. En uiteindelijk via Manhoff tot bij Bero komt. Die doet het kunstig. En dat kun je ook zeggen van Kozlowski. Die jaagt hem over de goal. Davy Prupper. Zwaar geblesseerd. Speelde zijn kruisband tegen Emmen. Op het kunstgras aan de Oude Meerdijk. Die is voor Manhoef, die is eerder bij de bal, die is eerder bij de bal. En dan is dit een overtreding. En dan past denk ik alleen de rode kaart voor Leeuwenburg. Ook dat nog in dit seizoen. Misschien dat er een heel licht contact is. Het ziet Manhoef ook dat hij direct opstaat. En gaan we Jan de Boer zien in het shirt van FC Groningen. De Boer keepte eerder dit seizoen ook al tegen PSV. Die wedstrijd werd met 4-2 gewonnen. Vitek die direct probeert. Vitek. Manhoef. Meulensteen. Ja, eindelijk is het raak. Voor Melle Meulensteen. Na 34 doelpogingen. Eindelijk een keer juichen. En wat een dramatisch slot voor Groningen van deze eerste helft. Melle balverlies. Nou, het zijn er 5 van Vitesse tegen 3 van Groningen. Dan halen ze daar bijzonder weinig uit. Het is Kozlowski die het zelf probeert. Flamingo bij de tweede paal wil Van Ginkel hem wel hebben. Die krijgt hem dus ook, maar die knikt hem naast. Manhoef. Niemand die hij tegenkomt. Zou een van zijn 2 vrije ploeggenoten moeten kunnen vinden. Hij wacht te lang, dus doet hij het maar zelf. Nummer 2 van de middag. Het is de man van de wedstrijd. Het is de man van het seizoen in Arnhem. Miljan Manhoef. En de 56 minuten is naar de 3-0. Moesappa. Doen we de maker 42. Moet er iemand uitstappen? Dat gebeurt niet echt met overtuiging. Steeds op 2 meter dekken en dan door de benen van Beck Sørensen. Misschien kan Vitesse nog wel echt aan klantenbinding gaan doen vandaag. Net begonnen met de verkoop van nieuwe seizoenskaarten. Nou, als je dan een klinkende thuisoverwinning kan toevoegen. Had dat misschien een kickstart gegeven aan die verkoop. Bijna hier de 4-0. Dit is allemaal vriendelijk bedoeld. Niet dat u denkt wat er zijn naam weer voor onenigheid aan de hand. Ja, zal hij het doorkrijgen? Bero als Vitesse op 4-0 komt. Vidovic. Als invaller trefzeker. Vanaf de ingooi, kijk hem vrij staan. Pelopessi wijst. Maar
doet het gewoon helemaal zelf. Manhoef. Die wil nog graag zijn hat-trick, maar hoe zelfzuchtig is hij? Manhoef. Manhoef, nou dan is hij de hat-trick. Milin Manhoef. Met zijn derde. Op een zalige dag in Arnhem. Voor Vitesse. En Groningen moet oppassen dat het tegen de grote zeepunt van het seizoen aanloopt. Met een treffer. 6-0. De Boer heeft er nog een handje bij. Manhoef. Mag ik je meegeven? En daar is niet nummer 7. Vooralsnog in ieder geval. Zo lacht een boer met kiespijn die zojuist een Eredivisie-treffer door zijn neus geboord ziet worden. Jonathans. De grootste overwinning van het seizoen voor Vitesse. Een evenaring van de dikste nederlaag voor FC Groningen. Een hat-trick van Manhoef. Reden tot lachen in Arnhem vandaag.